hele goede morgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben echt zo brak wakker geworden van gisteren. Omdat we het best wel laat hebben gemaakt. Ik ben gewoon helemaal kapot. Maar Nessie is gewoon lekker 's ochtends wakker geworden. Naar de gym gegaan. En daarna gaat hij naar de kapper. En daarna komt hij mij ophalen. En dan gaan we samen naar Amsterdam. Maar ik ga even lekker rustig aan wakker worden. En dan ga ik even douchen. En dan ga ik me even klaarmaken. Gewoon allemaal op een rustige niveau. Want ik heb nog dikke 3 uur. Ik heb net koffie gezet. En zonder grap, door dit apparaat, maar door dit apparaat dus, ruikt mijn hele huis gewoon naar koffie. Dus onlangs deze chocoladerepen ontdekt bij Albert Heijn. Lekker puur en allemaal verschillende smaken. Hier zit bijvoorbeeld olijf en koffie in. Ik vond het zo raar dat ik hem gewoon heb gekocht, maar hij is super lekker. En dat was letterlijk vandaag mijn ontbijt. Ik heb echt nergens zin in. Ik ga nu even lekker douchen. Bescherm je mond met OLB, partner van Ivoren Kruis. Nessie is alweer thuis. We zijn ons even aan het klaarmaken. We zijn een beetje aan de late kant. Ik ga even raam los doen, want het is echt zo benauwd hier in huis. Niet normaal. Ik kan niet wachten tot het weer helemaal is afgekoeld. Ik vond het zo chill. Oh, ik ben ready. Haar gedaan, make-up gedaan. Ik heb een outfitje aan van Naked. Ik laat jullie even zien. Dit is een jurk van Naked. Hij zit echt heel erg fijn. Ik doe hier wat meer. Het is echt een midi jurk. Echt een heel mooi kleurtje. Ik vind het eigenlijk echt een perfect kleurtje voor Pasen. Ik vind het echt zo mooi. Dus, en dan heb ik deze schoenen eronder. En die passen er echt zo perfect bij. Kijk, deze schoenen van de Mango. Die heb ik een tijdje geleden gescoord. En die passen er gewoon perfect bij. We zijn een beetje aan de late kant, want ik moet nog tanken, anders waren we echt perfect op tijd, hè? Wat heb jij op je gezicht, joh? Wat heb ik op mijn gezicht? Wat zijn dat, die zwarte vlekken? Waar? Dit zijn echt geen neppe sproeten meer, dit is gewoon echt vies gewoon. Serieus, bus? Hoi, mond. Ik had het een beetje uitgelegd als ik jou was. Ja, ook cadeaus. Ga ik zo even blenden. Waarom zet je mij zo voor schut? Zet je niet voor schut, maar kom op. Als je het kom op, wil, als je nep wil doen, moet je goed nep doen, toch? Ik jullie gisteren trouwens het resultaat van mijn pedicure laten zien. Oh, ja. Because I have pink nails now, and I love it. Ik vind deze jurk echt heel mooi zit, guys. Hij is ook zo fijn. Er zit echt zoveel stretch in, as you can see. Love it. Zo, ik zit inmiddels in de auto. Ik rij vandaag alleen, dus we gaan met een andere auto. En we gaan samen naar Amsterdam, want we hebben samen een lunchdate. Het komt echt bij de loet van we samen gewoon een lunchdate hebben met iemand. Maar echt heel erg leuk. Even kijken wat wil ik zeggen. Oh ja. We gaan met 2 auto's, want Nessie heeft hierna nog opnames. En ik moet nog gewoon editen. Dus we hebben even besloten om gewoon met 2 auto's te gaan. Zodat we allebei gewoon onze werk kunnen doen. En het is gewoon veel fijner. Want dan hoef je ook geen rekening te houden met elkaar daarna. Wij zijn inmiddels in Amsterdam. Net geparkeerd. Ik ben heel blij dat ik deze jurk heb aangedaan met lange mouwen. Want het is ontzettend koud. En wij moeten best wel een stukje lopen naar de lunchplek. Zo. Wat was dat? Met Omira. Het was echt heel gezellig. We hebben daar echt iets van 3 uurtjes gezeten of zo. Het is alweer etenstijd. Ik ben aan het rijden naar Rotterdam en Nessie gaat nu naar Hilversum. Ik wil heel graag even op tijd editen. Ik moet nog even iets shooten en daarna ben ik weer lekker vrij. En ik wil eigenlijk nog even ergens in. Ik ben het even getankt. Toen heb ik even pure kokosnootwater gehaald. Ik had er echt heel veel zin in. En in Bali was ik hier ook echt verslaafd aan. Dus ik denk, ik ga het weer eens voor de verandering halen in plaats van een cola zero. Ik dacht, misschien is deze kokosnootwater gewoon veel lekkerder. So I'm gonna try it out. Zo, ik ben er. Ik heb trouwens iets gekregen van Tommy. Echt heel gelukkig. Die ga ik even straks voor jullie inpakken. Ik ga naar de supermarkt, want ik moet even kattenvoer halen. En daarna ga ik naar huis en ga ik gewoon heel lang lekker douchen. Ik altijd echt heel erg uitkijken om naar huis te gaan, gewoon lekker te douchen en dan een pyjama aan te doen. Dat is gewoon echt mijn fave gewoon. Volgens mij hebben ze echt honger. Ze gaan precies naast de boodschappentas zitten. Ik ga even snel het voer pakken. Ik moest alleen maar kattenvoer hebben, maar zoals jullie zien ben ik hartstikke geslaagd. Dan krijgen jullie weer Lily's Kitchen. Jullie favoriet, lekker hè? Kom maar. Ja, kom maar. Nou, ik zag dit dus staan bij de uitverkoop. Ik heb hem even gehaald voor de wc. Ik ben benieuwd of deze lekker ruikt. Ik heb dit voor de vaat gehaald. Omdat het ook in de uitverkoop was. 1 plus 1 gratis.
Ik heb nectarines gehaald. Die zijn niet keto trouwens. Cola Zero. Nog meer kattenvoer. Ik heb rode uitjes. En augurken. Schoonmaakdoekjes. En feta-kaas. That's it. Ik heb heerlijk gedoucht. Ik heb mijn pyjama aangedaan. Nu kan ik weer heerlijk aan rustig editen. Ik ga jullie even eerst laten zien wat ik heb gekregen van Tommy. Dat is wel leuk misschien, voordat ik met editen begin. Oeh, even op adem komen. Ik heb van Tommy gekregen. Even kijken hoor, guys. Ik probeer mezelf even te beschermen, want ik heb geen BH aan. Ik heb een sweater gekregen van Tommy. Met van die patchwork. I like it. Voor de comfy days. En ik heb een shirtje gekregen van Tommy. Oh, dat vind ik echt heel erg leuk. Ik heb al zoiets in het wit. Maar dat vind ik echt heel leuk. I love it. Van die mooie, simpele shirtjes. Ik heb lopen editen. Kijken. Ik heb lopen editen. Ik moet even die tafel nog opruimen. En ik heb helemaal geen zin meer om te koken. Het is al 9 uur. Ik heb nog niet avond gegeten. Dus ik heb besloten om of frikandellen. Dit is dan halal. En over te gooien. En te eten met mayo. Lekker keto. Je mag met keto soms echt de raarste dingen eten. Kijk, als je echt de clean keto dieet volgt, dan mag het eigenlijk niet. Maar dit is de dirty keto. Voor de mensen die echt heel vaak onderweg zijn, bla bla bla. Dan mag je dus een frikandel. Lekker hè? Onthoud even goed jongens. Af en toe een frikandel. Ja, dat mag wel. En een cola zero. Ja hoor. Oh, lekker. Augurkjes met kipfilet. Ook lekker hè? Kijk, ik kan zoveel eten. Ik ben een film aan het kijken op Netflix. Ik hou echt van films uit de middeleeuwen. Ik vind het echt zo geweldig. Ik ben ondertussen dit aan het uitpakken om in de wc te doen. Kijk of die lekker ruikt. Ik kies dus echt altijd vanillegeurtjes uit. Dat vind ik echt zo lekker. Ik hou er echt van om gewoon tijdens een film, ik zit dan gewoon te kijken, even een salade of zo te maken. En de keuken gewoon lekker rustig op mijn gemakje. Ik ben nu ook even een salade aan het maken. Ik ga Griekse salade maken. Met feta, tomaatjes en komkommer. Zonder ui even, want ik vind die nasmaak niet zo lekker. Zo, mijn salade is klaar. Gewoon een heel simpele Griekse salade. Ik mis wel een beetje olijf, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik ben hier al heel blij mee. Oh. En nu lekker snacken. Besef even. Ik was dus Dino de hele tijd aan het zoeken. Jullie gaan het niet geloven. Dino, wat ben jij? Dino, wat ben jij? Ik heb jou de hele tijd lopen zoeken. Waar was jij? Wat een goede verstopplek is dit, zeg. Kijk dan.